We zijn aan het repeteren voor decemberdagen. Een stuk over een gezin dat de gevolgen ondervindt van een grote gebeurtenis in het land waar ze vandaan komen. Die kratten staan voor het leven dat achter ze ligt. Wat wordt wel meegenomen, wat niet? Ma! Is dat bladmuziek? Ja, weg? Ja. Oh nee, toch maar niet. Ik weet het gewoon nog niet. Wat is mondharmonica? Weg, ma. Mondharmonica gaat mee. We hebben nu gisteren per scène precies bepaald waar welk kratje moet staan. Omdat er overal verrassingen uitkomen, maar we moeten er ook op staan en zitten. Sommige zijn verstevigd. Als je zit op een niet verstevigde, dan zak je er doorheen. Papa's lievelingscolbert, zijn das. Waar ga je al die dingen laten in je huis? Een speels familieverhaal waar je naar gaat kijken. Over hoe moeilijk het is om van elkaar te houden. En hoe makkelijk het is om van elkaar te houden. Zoals altijd komt de waarheid toch ooit bovendrijven. Zo ook in dit stuk. Maar ik ga niet vertellen wat het geheim is. De glazen zijn van plastic. We doen deze kerstboom op- en aftuigen 2 keer per dag. Die Piek wil niet echt meewerken, dat zie je. Vanaf 9 oktober zijn wij te zien in de theaters. We beginnen het Belmer Park Theater. Het is om te lachen, het is gezellig, het is funky en het heeft ook drama. So, what else do you want?